Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Marco Dreyer, ik ben de cultuurvlogger en ik ben vandaag met... Niemand of zo. Hallo. We gaan naar het depot van... Boijmans van Beuningen. Boijmans van... Ja, Beuningen. Dus kijk gezellig weer mee. Kijk, dat gespiegelde gevaarte is het depot en dat is dit jaar geopend en vorig jaar. En ja, we gaan eens even binnenkijken of het wat is of niet. Nou, ik ben nu in het museum. Oh, geen museum. Het depot. En het is het enige openbare depot van Nederland. Ieder museum heeft natuurlijk een depot waar alle kunstwerken die niet tentoon worden gesteld, laat zien. En hier kan je dus als bezoeker dat gewoon zien. En het is echt een enorm groot pand. Maar zoals je ziet, ja, hier kan je gewoon de werken zien. Iemand heel veel hele interessante dingen kan vertellen. Ja, dit zie je eigenlijk gewoon nooit, hoe dingen staan opgeslagen. Het is gewoon het einde van de IKEA. Wel. Het is, hè? Ja, hetzelfde doen ze maar te zijn dat wel. Het einde van de IKEA is dit. Ja. Is er ook een koopverzoek hier? Nou, zoals je ziet, ja, het is echt heel groot en je ziet overal kunst om je heen, overal in die soort van glazen bakken, koepels, achter ramen. En mijn jongen, volgens mij zijn ze hier aan het restaureren. Want er zijn dus ook mensen hier aan het werk en niet alleen aan het influencen. Oeh. Het is een beetje Black Mirror-achtig. Ja. Er ligt hier een soort bijbelsfiguur. Even te chillen. Is dat dit restauratiehoek? Restauratiehoek. Hoek. De koophoek. Ja, de koophoek. Kinderhoek. Ik vind wel dat jij dit een keer moet namaken. Deze. Ik vind het een leuk hoofddeksel. Ja. Ga naar de. Ja. Oh, hier is de tweeling gans van die uit het Rijksmuseum. Maar deze is die. Oh nee. Het licht gaat wel elke keer uit. En moet je dus hier. Hey, hallo. Nou, dit is dus die gans eend van het Rijksmuseum, maar die, nadat hij is neergeschoten. Nee, ik heb geen idee. Maar zo zie je dus daar alle schilderijen hangen. Je ziet ze dus niet, je ziet gewoon nee, de lijst. Je ziet de lijst. En dan hier, oh wacht niet. Daar. Maar je kan dus rondleiding doen en waarschijnlijk kan je dan zeg maar ook een soort van... We trekken het even open. Want hier zie je dus die rails. En dan trekken ze het zo open. En dan kan je kiezen wat je mee naar huis wil nemen. Ja. Kijk, we zijn nu in galerie 1 met deze ruimte, geloof ik. En hier zie je dus ook staan dat het geen museum is, maar echt een depot hier. Dus dat echt het museum, de kunst wordt verzameld. En hier zie je een lijst met alle geschiedenis van het Boijmans. En Boijmans ligt hiernaast eigenlijk. Ik kan het wel even laten zien. Dat is hier aan de zijkant. Dit is namelijk het museumpark in Rotterdam. En normaal... kijk, hiernaast, dit is het museum en dat wordt nu verbouwd en vandaar dat je nu, nee vandaar, normaal kan je ook in dit depot, maar tijdelijk hebben ze dit, of nu kan je, vanaf nu kan je ook in dit depot. En voor de mensen die ook de Dingen Doen Songfestival podcast volgen, hier stonden die aftelcijfers. En een leuk weetje, de camera die ze daarvoor hebben geïnstalleerd loopt nog steeds. Dus dat is raar. Daar verderop zo de kunsthal. En ja, dus dit is het museumplein in Roffa. Ik ben aan het vloggen in Roffa. Ook van boven als bouwput. Dan gaan natuurlijk al die Amsterdammers weer zeggen, het is bijna veel mooier. Ja, ons is het veel mooier. Wat wel leuk, weet je. Nou, leuk. Luister, lekker daar blijven dan. Hè? Lekker daar blijven.
we zijn nu ergens waarvan ik denk, als Mignon hiermee Dordrecht binnenkomt rijden, dan zeggen de Dordrechtenaren allemaal, nou, Mignon heeft weer een nieuwe auto hoor, dat komt. Ja. Het is ook wel iets wat je op origineelovernachten.nl kunt tegenkomen. Is dat echt een website? Ja. Tip? Ik vind het, ja. Ja, wat vind je ervan? Ik vind er eigenlijk niet zoveel van. Ja, ben jij niet een steenbok? Jij bent toch een steenbok? Ben jij niet een steenbok? Ik ben een steenbok. Nou, hier. Is dat niet een soort steenbok? Dat gezicht met die... Nee, is meer een weegschaal. Tuurlijk. Is... Dat ben je natuurlijk bij een depot. Er is nul informatie. Nee. Of... Ja. Het leven verspillen aan jou. Lekker. Ja, over hoe het is geworden. Kijk, dit was denk ik het idee. Hier. Wat? Ga je een O? Oh. Ja, we kijken hier dus naar... Hier zie je de originele tekening, kijk. Hier, en hier zie je dus hoe het loopt, zeg maar. Ja, dit is dus de binnentuin van het museum. En daar is dus een doolhof. En daar hebben ze dan dit binnendoolhof weer op gebaseerd. Ik moet zeggen, het hangt hier wel voller dan dat het hier hangt. In het echt, zeg maar. Maar is dit... tekening of een illustratie? Nee, een illustratie. Dit is, ja... Dit is het enige kunstwerk in deze rij. Ik snap even niet goed wat... Ja, ik weet het wel. Ik heb net gelezen op een bordje. Dit zijn alle vrouwelijke kunstenaars die hier zitten. Ja, het zou me ook niks verbazen. Ik denk, oké, ja, dat... Alle kunstenaars uit een ondergedrukte groep. Ja. Ja, dus. Ja, maar het is wel een mooie ruimte. Zeker. Hier is helemaal... Mignon matcht helemaal met de locatie. Ja. Ik ruis binnen. Hier heb je heel mooi. Hier heb je dan het uitzicht. Weer. Met de Rasmusbrug daar. En de cruise terminal en de museum daar, ja. Ik weet niet wat dit is, geen idee. En de kunsthal daar. En het ziekenhuis? Ja. Gezellig. Worden ook baby's geboren, hè, in het ziekenhuis? Oh, gezellig, leuk. Ja, soms wel. Meestal niet, maar soms wel. Ja, dat is een goede vraag. Waarom mag je hier niet naar buiten kijken? Of misschien is het wel een... Misschien ligt daar iemand wel altijd heel bloot te... Nee, ik denk, er zijn daar allemaal tuinen. En ik denk dat ze niet willen dat je in die tuin mensen kijkt. Ja. 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 Nou, die zijn dan in deze prachtige ruimte van de depot. Ja, is wat het is. Ja. Heb je laatst nog lekker gegeten ergens? Moeten de tijd toch met iets vullen? Ja, brammetje. Oh, lekker. En als je dan helemaal boven komt en helemaal onderprikkeld bent door de lek of kunstwerk, dan kan je hier nog door de prijzen op de eetkaart nog overprikkelen. Jij wordt nooit meer ingehuurd ergens. Luister, ik moet toch eerlijk zijn? Ja, ik vind het ook. Ik zou dit niet als hoofdactiviteit doen in Rotterdam. Nee. Maar als bijactiviteit. Als bijactiviteit. Oh, we gaan... Ja, oké. Okay. Ik laat het jullie zien. Oh ja, dat is wel leuk. Ja, dat is...
Nou, we zijn weer buiten. We zijn... Oké, dit is voor de mensen die... Als je op een dag nou gewoon geen inspiratie hebt, je denkt, wat moet ik doen? Ga je hierheen? Dan moet je die app downloaden. Ja, je moet zonder app... Zonder app ben je helemaal lost. Je moet die app downloaden en dan moet je je gewoon laten... Gewoon over je heen laten komen. Ja, want als je zonder app gaat... Nee, echt lieve mensen, als je zonder app gaat, dan kun je net zo goed door de Hoornbach gaan lopen. Door het zelfbedieningsmanschap van IKEA. Een ziekenhuis. Ja. Een leegstaande middelbare school. Ja. Ja, wat ik weet, wat jij weet dan nog meer van kunst dan ik. Ik kijk echt naar schilderijen en denk ik, ja, ik zie een het appel. Het haalt ook allemaal knijten ver weg, dus je ziet het ook niet echt of zo. Het is een depot, Ik snap het. Ja. Maar kijk, ook in een depot hè, kun je misschien iets doen met een mooie audiotour. Iets met poëzie, performance art. Hè? Je kan nog heel veel doen. Maar dat is er niet. Nee, dus maar goed. Dus het is een prachtig pand en van binnen hartstikke leuk. Alleen, je moet even die app downloaden, denk ik. En even weten dat het een depot is, een museum. En nog iets anders doen. En nog iets anders doen. Ja, dus een ander museum en dan dit er even bij. Het nieuwe instituut. De kunsthal is daar. En over 10 jaar is het echt de Boijmans ook weer open. Dus, wat zijn er nog meer Rotterdam allemaal? Ja, nautisch. Als je kinderen hebt, Villa Zebra. Villa Zebra. Je hebt ook een nautisch museum, geloof ik. Maritiem museum. Dus er is hier ergens zit ook een huis, geloof ik. Hoe heet het huis? Ja, Schot. Weet ik veel, een huis. Ja. Dus er is genoeg te doen in Rotterdam. Dus doe dit. Plus. Nog wat anders. Dat is de tip. Ja. Ja. Dat gaan wij dus nu ook doen. Plus. Ja. Iets drinken. Tot de volgende vlog. Oh, ze hebben ook hier een winkel met een vrouwtje. Zij is heel leuk. Ze is nog wat ouder en heel klein. En heel leuk. Ze maakt allemaal van die party, zeg maar, licht erotische partykleding. Ja. Maar als je haar ziet, denk je, oh, die verzamelt cavia's. Maar ze maakt dus, het is heel leuk. Ze zit op de binnenweg. Moet je maar zoeken. Dus, en hoe heet dit? Ja, volgens mij heet dat Quasimodo. Quasimodo voor licht erotische artikelen. Heel duur handgemaakt. Oké, okay, dit is vakwerk. Is leuk om te bekijken. De extra tip in deze vlog. Nou mensen, tot de volgende vlog. Dat wordt een... weet echt nog niet wat de volgende vlog wordt volgens mij. Dus waar kunnen we... Nou ja, ik repost jou zo vaak. Ze weten ondertussen al waar ze jou kunnen vinden. Joe.